Dankjewel. Ja, interactive storytelling en het ontsluiten van digitaal archief, daar ga ik over vertellen. Inderdaad, even voorstellen, ik ben Liangelo. Ik doe dit niet heel vaak, dus ik ben heel zenuwachtig. Vergeef me dat alsjeblieft. Ik heb meegewerkt aan een aantal verschillende projecten, commercieel, maar voornamelijk bij de publieke omroep. En ook voornamelijk geschiedenisprogramma's. En bij die geschiedenisprogramma's natuurlijk heel veel met archief gewerkt. Ja, ik heb dus sinds kort heb ik mijn eigen studio. De studio heet Hyper Epic. Nou ja, met die studio werken we met websites, maken we interactives, werken we met print en met ruimtes. En ik wil het vandaag vooral hebben over interactives. Een van de vragen die ik vaak hoor en die ik ook vaak heb meegemaakt tijdens het werken aan die programma's, is, nou ja, we hebben een digitaal archief. Wat moeten we ermee? Hoe zorgen we dat, dat mensen het zien? En zeker ook bij programma's was het vaak van, ja, we hebben een prachtige serie, maar we moeten iets met online. En het moet inhoudelijk zijn, want we zijn nou eenmaal verhalenvertellers. Dus, nou ja, wat ik vandaag ga proberen te doen is wat inspiratie te bieden over hoe je dat op een interactieve manier kan doen. En daarvoor wil ik jullie meenemen terug de tijd in, naar 1996. Mobiele telefoons, desktop PC's, Alta Vista als voornaamste zoekmachine. Ik ben dat daar links. Ik bedoel rechts. I wish. ik was toen 16 jaar en ik zat op de middelbare school en ik zat op VWO en ik moest voor geschiedenis een werkstuk maken over de Koude Oorlog. En ik vond geschiedenis eigenlijk toen nog helemaal niet zo leuk. Eigenlijk was ik veel meer geïnteresseerd in ruimtevaart, dus ik dacht van oké, dit is een mooie kans, ik doe het over de Space Race. Werkstuk over de Space Race, nou ja, kon ik niet veel over vinden in ons handboek. Naar de bibliotheek kon ik wel het een en ander vinden. Maar ja, er was net internet, dus ik Alta Vista intikken, Space Race, en op zoek, en dan vind je informatie en feiten en gegevens. Maar op de site van NASA, een van de voorlopers op internet toen, ze deden best wel veel op dat gebied, vond ik iets heel moois, namelijk een fragment. Say the moon, why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Ja, super cool. Toen ik dit vond, dacht ik van wauw, die geschiedenis gaat echt leven. Het wordt echt het komt veel dichterbij. Maar ja, ik moest natuurlijk een werkstuk schrijven en ik kon dit niet verwerken in dat werkstuk. Ja, ik kon het gaan overtikken, de speech, maar daar had ik natuurlijk geen zin in. Dus ik had een eigen challenge. Hoe maak ik van dit materiaal, hoe verwerk ik dat in mijn werkstuk? Antwoord, een digitaal werkstuk. Not because it's easy, but because it's hard. Dus ik moest gaan uitzoeken hoe dat werkte, want niemand had dat nog gedaan eerder bij ons op school. Ik wist eigenlijk ook niet hoe het moest. Ik moest naast het verhaal van de Space Race vertellen ook gaan uitzoeken hoe HTML werkt, hoe je een simpele website bouwt en zo. En hoe ik de plaatjes erin verwerk. Dat lukte aardig, want ja, er waren wel wat tools en wat simpele handleidingen. En het was ook in die tijd was het allemaal nog niet zo heel ingewikkeld. Dus ik heb een soort van website gemaakt. Zag er super tof uit. Met een soort van achtergrond van sterren natuurlijk, want het ging over space. En nou ja, die speech erin, geanimeerde Apollo 13 raketten die opstegen. Helemaal multimediaal, allemaal verschillende media door elkaar. En het allertofste vond ik dat het interactief was. Dus ik kon
Ik had beide perspectieven van de Space Race uitgewerkt. Namelijk de Russische en het Amerikaanse perspectief. En nou ja, super blij. Leraar ook super blij. Ik heb nog gezocht naar die site die ik toen had gemaakt. Maar ik had toen, ja, ik kon dat wel allemaal maken, maar ik had toen geen idee hoe ik dat online moest zetten. Dus ik heb het op een cd'tje gebrand. En nou ja, cd'tje is niet de beste manier om dingen te archiveren. Maar ik heb wel even nog op internet gekeken, op zoek naar een site die er misschien nog een beetje op leek. En natuurlijk kwam ik weer bij NASA terecht. En om even gewoon een indruk van hoe tof die site wel niet was, heb ik deze eventjes als voorbeeld. Boom. Dit was echt super vet. En moet je voorstellen dat er zeg maar, een raket opsteeg en je had zeg maar, de hamer en sikkel, Amerikaanse vlag. En zeg maar, die sterretjes die twinkelden ook een beetje. Het was echt heel tof. Nou ja, ingeleverd bij mijn leraar, die was ook heel blij en was zelfs zo blij dat hij het aan de hele klas liet zien. Als enige werkstuk. Vet trots. Dus, maar zonder het te weten had ik ook mijn doelgroep nog eens gewoon vergroot. Fast forward naar vandaag de dag. Studie geschiedenis, bij de publieke omroep gewerkt. Wat ik heb gemerkt is dat er een aantal dingen die er toen speelden nog steeds van kracht zijn. Eigenlijk zeg maar de inhoud, het mediagebruik en de doelgroep. De inhoud, dat is de dikste pijl. Dat is ja, eigenlijk het belangrijkste. Dat bepaalt de vorm in de zin dat je kijkt wat voor archiefmateriaal heb je. Hoe kun je dat inzetten? Hoe vertaal je het onderwerp, het van je verhaal naar een vorm, is daar een metafoor voor te vinden. Daarnaast kijk je naar het mediagebruik, dus wat gebruikt men? Nou, toen was het dus Altavista, branden op CD-rommetje, et cetera. Nu is het mobiele telefoons, VR, websites, tablets, smartphones. Het blijft zich doorontwikkelen de hele tijd. Dus het is goed om daar oog voor te hebben. En de doelgroep, voor wie vertel je het? Voor wie maak je het? Is het voor het onderwijs bedoeld? Is het voor jong? Is het voor oud? Weten mensen misschien al iets van het onderwerp? Of zijn het specialisten? Dus dat zijn de dingen die we altijd in ons achterhoofd houden als we dit soort projecten doen. En een ander spanningsveld wat steeds weer terugkomt bij elk project die we doen, is het spanningsveld tussen aan de ene kant het bereiken en verspreiding. En je wilt eigenlijk dat zoveel mogelijk mensen het zien. Dus dan ja, moet je ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen nou ja, die technologie begrijpen, het zeg maar, laagdrempelig maken. Maar daar tegenover staat dat als je nieuwe technologieën wilt uitproberen en misschien beter worden in het gebruik daarvan en daarvan leren, is het soms ja, minder toegankelijk voor het groot publiek. Dus daar ligt een spanningsveld waar je ook bewust van kunt zijn. Dus ik zal nu een aantal projecten laten zien die we hebben gemaakt en waar we hierbij rekening hebben gehouden, geprobeerd en gaandeweg ook hebben geleerd hoe je dat doet. Een van de eerste projecten waar we echt online probeerden uit te pakken was de Gouden Eeuw. Dat was een 13-delige documentaire serie met Hans Goedkoop. Die kwam op televisie en het was de eerste keer dat we met de NTR en de VPRO zo'n serie maakten. En nou ja, we wilden zorgen dat het grote impact had en zoveel mogelijk mensen het zagen. Maar ook dat mensen het zagen die steeds minder televisie gingen kijken. Dus we hadden iets bedacht voor online. Nou ja, om te beginnen, de inhoud die was leidend. Wat voor inhoud hadden we? Namelijk vooral schilderijen, prenten, statisch beeld. Dus daar moesten we iets op verzinnen. In de 17e eeuw kwam de krant op. Dus wat we hebben gedaan is een moderne krant maken. Een beetje afgekeken van hoe NRC, dit komt uit 2012, dus NRC Next kwam toen net kijken. Hoe zij dat precies deden. En dat een beetje gekopieerd. En vertaald naar nou ja, een historisch verhaal. En we hebben geprobeerd ook nou ja, dat in de vormgeving wat enigszins terug te laten komen. Gewoon modern, niet al te veel krulletters, zodat mensen het goed hebben dat ze iets herkenbaars tot zich krijgen. Maar ook in de titels en de taalgebruik geprobeerd het zo modern mogelijk te maken. En zelfs interviews gedaan met historische figuren. We hadden ook elke Nou, het idee was eigenlijk dat we
voor elk jaar uit de Gouden Eeuw een voorpagina hadden. En op elke voorpagina hadden we ook de staat van de oorlog, want er werd voortdurend gevochten tegen Spanje. En we wisten ook wat voor weer het ongeveer was. Dus zelfs dat konden we elk jaar terug laten komen. Nou ja, super tof, heel blij. Maar dat was allemaal statisch beeld. En nou ja, het zou ook tof zijn om een keer iets te doen met bewegend beeld. En dat kon met het volgende project, wat we samen met Beeld en Geluid hebben gedaan. Dat was na de bevrijding. Over de periode na de Tweede Wereldoorlog. Wat we daar hebben gedaan is eigenlijk een videoplayer gemaakt, waarin je de documentaire die op tv komt, online kunt bekijken. Maar ook, ik zal het even laten zien, het archief wat in de documentaire zit, kun je dus hieronder steeds raadplegen en bekijken. Dan stopt de uitzending en dan schakel je eigenlijk over naar het archief en zo kun je weer terug naar de uitzending door hier te klikken. Dus eigenlijk was het een soort van manier om het archief wat we gebruikten voor de serie in zijn geheel toegankelijk te maken voor de kijker. Maar het werkte op zich heel goed. Enorm veel archief ontsloten en enorm goede reacties. Maar er was één probleem. Namelijk dat je dus steeds moet schakelen tussen het kijken van het volgen van het verhaal en het bekijken van het archief. Dus wij probeerden bij het volgende project een meer vloeiende vertelling en vloeiende gebruik van het archief te ontwikkelen. Dat was een project over de Eerste Wereldoorlog. Dan kwam een internationale serie over alle landen die betrokken waren bij de Eerste Wereldoorlog. Nederland natuurlijk neutraal, dus. Ik ga wat sneller praten, ik heb niet veel tijd. Nederland neutraal, dus. Een kleine rol in die serie. Dus we hebben een eigen aflevering gemaakt op tv over wat er in Nederland gebeurde. En we hebben een website gemaakt waarbij de oorlog vanuit Nederlandse ogen, vanuit Nederlands perspectief werd bekeken. En dan hebben we een aantal Nederlanders gekozen die samen een geheel vormen van wat er in de oorlog zich afspeelde. Dus loopgraven, zeevaart, de ontwikkeling in de luchtvaart. Oostfront, Westfront, allemaal. En alle betrokken landen geprobeerd erin te krijgen. En spionage ook zelfs. Maar wat we hier hebben gedaan eigenlijk is een leesbaar verhaal. Een leesbare documentaire met beeldmateriaal. Verweven met bewegend beeld. En het mooie van deze periode is dat dat bewegend beeld dat heeft geen audio. Dus dat konden we eigenlijk als een soort van achtergrond element gebruiken. Zonder dat het daardoor minder belangrijk werd. Je kijkt er toch naar, maar het is embedded in het verhaal. Eigenlijk zoals een documentaire normaal gesproken ook werkt, maar dan geschreven. Het eerstvolgende project ging over de jaren 60. En daar wilden we toch weer gebruik maken van dat archief. En mensen op een interactieve manier toegang geven tot dat archief. Op net een andere manier dan na de bevrijding. Bij na de bevrijding moest je echt die aflevering kijken om in het archief te komen. En hier was de bedoeling dat je dat archief vrij kunt verkennen. Weer een soort van vorm gekozen die een beetje metaforisch is voor die tijd, esthetisch metaforisch voor die tijd, namelijk een collage. En die collage kun je vrij verkennen. En als je dan op een van de plaatjes klikt, word je daarheen geleid en heb je hier het archiefbeeld wat je kunt bekijken en een verhaal erbij. Dat is het vrij verkennen onderdeel, maar we willen natuurlijk een verhaal vertellen en mensen bij de hand nemen. Dus we hebben een aantal thema's gekozen waar we curatoren voor hebben uitgezocht. En deze curatoren, die neem je eigenlijk mee, die kunnen jullie meenemen door het archief heen. Met geluid, als het goed is. Het is hip en dus wordt de auto volgeladen met spullen en kinderen. Ja, we missen het eerste stukje, doe even volgende. Onderweg naar Spanje een hapje eten? Of zelfs kamperen in de berm langs de weg? Niemand kijkt ervan op. Ja, zo is het combinatie van het archief ontsluiten, het archief kunnen bekijken en lezen van anekdotes. Nog een laatste opmerking over dit project, want ik wilde eigenlijk ook nog meer projecten laten zien, maar dat is misschien, gaat misschien te ver. Dit project is eigenlijk gewoon een van de tofste projecten die we hebben gedaan. Het werkt het best. Zeg maar, de user experience is heel goed. Je verlaat de collage eigenlijk nooit. Op het moment dat je iets aanklikt, dan
komt er het beeld over de collage heen. Dus je hebt niet het idee dat je steeds naar, oké, nu ga ik archief bekijken, terug in de collage. Je blijft erin. Dus qua user experience, beste tot nu toe. Maar in de tussentijd, om terug te komen op dat stukje mediagebruik, in de tussentijd is dat ook weer veranderd. En zie je dat mensen veel minder naar websites gaan om beeld te bekijken, maar veel meer het op social media doen. En dan nog zelfs ook nog op hun mobiel, bij de bushalte, zonder geluid. Dus dat mediagebruik is anders geworden. Dus wat wij hebben gemerkt is dat eigenlijk deze site kreeg helemaal niet zoveel bezoekers. Maar de filmpjes die we op Facebook en op Twitter verspreiden om de site te promoten, die werden super vaak bekeken. En sommige werden zelfs vaker bekeken dan de site in totaal. Dus nou ja, dat is weer het stukje mediagebruik. Die drie dingen die je de hele tijd waar je een balans tussen moet vinden om dit soort projecten te blijven maken. Nou, ik sluit het daar eigenlijk bij af. Ja, ja. Ik voel me nu. Oké. Okay. Sorry dat ik je zo opjaag, maar ja, dat is helemaal mijn rol. Net geen propje geworden. En, ja. Er is tijd voor één vraag. We mogen naar elke pitch, mogen of elke presentatie één vraag. Is er iemand die de vraag wil stellen? Ja, dit is de microfoon. Wow. Ik ben niet zo goed in gooien. Ja, het lijkt echt nergens naar, maar goed, misschien. Je moet in die box praten. Ja? Ja. Is er een bepaald archief of een bepaald onderwerp waar je heel graag een nieuw project mee zou willen doen? Ja, eigenlijk wel. Het archief wat we hebben over de politionele acties, onafhankelijkheidsoorlog, decolonisatieoorlog. Daar hebben we een project wat misschien zou kunnen gaan lopen. Maar daar is nog niks voor binnen, daar moet je natuurlijk allemaal geld voor aanvragen en zo. Maar dat leent zich wel heel erg ook voor zo'n interactief project. En het is ook een onderwerp waarvan ik vind dat verschillende doelgroepen daar wat meer informatie wat meer over zouden mogen weten. Ja. Dankjewel. Joep. Dank je.